En wie hebben we hier? Ik ben Kees. Ik ben op Tweakers ook wel bekend als KC2PC. En jullie zijn in Enschede, waar ik 2 weken geleden ben afgestudeerd op mechatronica, dus het bouwen van robots. En vandaag test ik voor jullie de Linksys Velop. Zo, lekker setje, Kees. Waar heb jij dat dan voor nodig? Nou, ik woon hier in een studentenhuis waar we met z'n 9 wonen. En natuurlijk wil iedereen streamen op hun Chromecast en telefoons, tablets, laptops. Dus heb je wel goed internet voor nodig. Nou, helemaal duidelijk. Dus jij bent eigenlijk een soort van test, Kees. Ja. Ja. Oké, hop, hop, hop. In galop met die velop. Man. Nou, Kees, vertel. Wat is de situatie? We wonen hier dus met 9 studenten in huis. Die zijn verdeeld over 2 huizen eigenlijk, met een hele dikke tussenmuur ertussen. Maar er zijn dus 9 studentenkamers en nog wat gemeenschappelijke ruimtes, zoals de daktas en de woonkamer, waar we goede wifi willen hebben. En op dit moment hebben we dat gedaan met een beetje een houtje-touwtje oplossing. Dus er staat 1 router van de provider en dan hebben we nog een repeater ergens hangen en een extra access point. Waardoor het niet altijd even goed werkt. We hebben nu een paar dead zones waar echt geen internet is. En soms is het ook heel instabiel. Moet je routers gaan resetten voordat je internet hebt. Oké. En deze 3 nodes gaan dat verhelpen. Kun je misschien kort uitleggen hoe mesh wifi werkt? Ja, dus wat Linksys is beloofd met een mesh set, is dat je eigenlijk die verschillende nodes in de set vrij willekeurig kan plaatsen. En dat dan slimme software ervoor zorgt dat je alsnog de beste wifi krijgt. Dus je hoeft er eentje eigenlijk maar zelf aansluiten op je bedraden router. De andere hoef je alleen maar in stopcontact te steken en dan zou je heel goed internet moeten hebben. Ja, dat klinkt inderdaad als een goede oplossing. Let's put these bad boys to the test. Kees? Perfect. Zo, fancy doosje, magneetje en alles. Wat zit er verder allemaal nog in, Kees? Laten we even kijken. Dit is een set met 3 nodes. Dus die zien we hier. En daarnaast hebben we een setup guide, een ethernetkabeltje om aan te sluiten op je router en 3 adaptertjes om ze van stroom te voorzien. Zo, dat ziet er clean en simpel uit, zeg. Maar dat is het vast niet. Ik mis trouwens een dikke handleiding. Klopt dat? Ja, Linksys heeft iets nieuws bedacht. Alles qua instellen gaat allemaal via een app die je moet downloaden. Oké, voordat we gaan installeren, even de looks en specs. Het zijn wel echt beauties, hè? Ja, ze zien er echt heel mooi uit. Linksys wil ook graag dat je ze in het zicht plaatst, dus midden op je bureau of midden op de tafel. Daar hebben ze rekening mee gehouden, dus heel strak ontwerp. Met maar 1 lampje dat alleen aangeeft of de nood aanstaat of niet en oké is. Alle aansluitingen zitten aan de onderkant en dat zijn er ook niet heel veel. En de kabels die daar naartoe gaan, die kan je via een kabeloog mooi wegwerken. Het is een heel mooi access point waar je op veel verschillende manieren mee kan verbinden. Zowel op de 2.4 als op de 5 GHz band. En qua standaard protocollen voor draadloos internet ondersteunt die tot het laatste, dus tot 802.11ac. Oké, Kees, de installatie. Hoe gaat die in zijn werk? De installatie gaat helemaal via de app van Linksys en die neemt je ook echt bij de hand. Dus je krijgt precies te zien welke stappen je moet doen. De eerste stap is eigenlijk het neerzetten van je masternode en die moet je ook bekabeld aansluiten aan je router. En dan vraagt de wizard ook aan je, wil je nog meer nodes plaatsen? Zo ja, dan plaats je die ergens anders in je huis. Hoef je alleen via de app nog een paar stappen te doen en dan werkt het. Het is dus niet heel ingewikkeld om te installeren? Nee, en ook alleen via de app, dus je hebt geen webinterface nodig om alles in te stellen. Het beheren van je mesh-netwerk gaat volledig via de app. En het lijkt dus ook een beetje gericht op dagelijks beheer. Dus je kan bijvoorbeeld zien welke apparaten er verbonden zijn. En die apparaten kan je ook namen geven. Je kan met een druk op de knop een gastnetwerk aanzetten. Zodat je mensen die niet altijd bij je thuis zijn toch internet kan geven. Je kan dan die gegevens ook delen per sms of e-mail. Dus dat is heel handig. Je kan ook websites blokkeren. En apparaten voorrang geven over elkaar. Zo, die app is vrij uitgebreid, zeg. Kan die ook nog koffie zetten, de was doen, de hond uitlaten, eten bestellen? Nee, dat nog net niet. Maar als ik een conclusie probeer te trekken over de app, dan is het wel dat Linksys eigenlijk niet wil dat je je netwerk echt beheert. Het is meer voor dagelijks gebruik dat je de app hebt. En eigenlijk moet de slimme software alles dus automatisch doen. Maar heb je daar last van?
Als het allemaal werkt, is het perfect. Als er iets misgaat, heb je zelf ook geen knop om aan te draaien. De notes zijn geplaatst, alles is geconfigureerd. Let the fun begin! Laten we maar eens gaan kijken of we inderdaad overal internet hebben. Start de test. Laten we maar eens kijken. Hey Kees, hier is het bereik vast buitengewoon goed. Ja, top. En Kees, heb je hier een beetje bereik? Ja hoor, klinkt prima. Zeg Kees, is het bereik hier ook een beetje clean? Ja, prima. En hier? Ja, hier ook. Casey, pas op dat je niet een ongeluk streamt. Komt goed. En Kees, ben je nou een tevreden mens met deze wifi-oplossing? Ja, ik ben heel tevreden. We hebben wel twee nodes met een ethernetkabel moeten verbinden vanwege een dikke tussenmuur in het huis. Maar de stabiliteit is eigenlijk overal toegenomen. En de performance ook, behalve op twee kamers op de bovenste verdieping. Daar is het nog een beetje wisselend met bepaalde devices. Maar in totaal is het zeker beter geworden. Nou, hey Kees, kom maar op met dat eindoordeel. Ik geef de Linksys Velop set 4 van de 5 sterren. Het is echt een prachtig ontworpen set die je goed in je interieur kan plaatsen. De installatie is kinderlijk eenvoudig, dat heb ik nog nooit zo gezien bij een router, maar ik hoop dat dit de nieuwe trend wordt. De prestaties zijn heel goed, zijn wat je mag verwachten van zo'n set. En het is nog steeds mogelijk om nodes te verbinden met een kabel, voor als je toch een moeilijk dikke muur hebt in je huis. Iets minder is dat je alleen kan beheren via de app. Dat is niet te vergelijken met de oude webinterfaces. Wandmontage is niet mogelijk, dat is jammer, dan kan je niet altijd plaatsen zoals je wil. Het is nog steeds een vrij dure set en het beheer is ook een black box. Dus de slimme software moet alles voor je doen. En als dat niet goed gaat, dan kan je eigenlijk nergens zelf aanzetten. Kees, zou je verder nog iets willen vertellen? Dit was hem. Oké, Kees. Closed? Kees closed.